Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Geef alvast een duimpje omhoog en abonneer ons kanaal, zou ik zeer fijn vinden. Nou, veel plezier met kijken. Kijk, de dametjes mogen even helpen met voeren. Dat is toch te schattig dit. Die van de kabouter. Er staat mega veel wind, dus ik hoop dat jullie me nog een beetje horen. Vandaag is Mr. Ed competitie. En Tess heeft inmiddels gereden. Dus is het nu tijd om lekker met Vroontje te wandelen. Het gaat goed, meis. Ik ben braaf vandaag. Ja, braaf paard. Zo. Vandaag is dinsdag. We zijn even lekker aan de wandel. Vroon is de afgelopen dagen, nou ja, gisteren en vandaag ietsje rustiger. Wat matter dan hiervoor. Ze eet nog wel goed en ze reageert ook nog prima. Maar hallo! Het lijkt toch dat ze ietsjes een terugval heeft. Niet heel erg, maar een beetje. Dus dat houden we natuurlijk goed in de gaten. Tess heeft net lekker gereden bij Maya in de les, dus dat vond ze helemaal leuk. En wij zijn aan het wandelen, want dat is wat wij doen, hè? Wandelen. Heel veel wandelen. Wij hebben de meest zielige hond van heel Nederland. Ze gaat mee in de auto. Ze vindt het hartstikke leuk om mee te gaan, maar niet in de auto. Ah, Alice. 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 Joehoe. Ik word zelfs gewoon compleet genegeerd. Nou ja, we gaan even op pad. Even naar Peter, Mr. Ed. En even naar de manege. En nou ja. Oh ja, mijn rijbewijs halen. Ook altijd leuk. Die was aan verlenging toe. Eigenlijk mag ze pas over een paar dagjes helemaal los in de paddock. Maar ja, Varon doet eigenlijk nooit iets in de paddock. Dus vandaag zijn ze alle drie los. Haar sterretje. Maar ik heb ook Alice bij me. Dus dan wordt wandelen ook ietsje minder makkelijk. Want Alice is bang voor paarden. Een raar beest. Dus, en de stapmolen die zijn ze aan het uitvegen. Dus ik bedacht, ik durf het. Ik zet er gewoon even los. Dus zoals je ziet, beweegt ze niet. En als ze wel gaat bewegen, dan ga ik de paddock in. Wat op zich wel mee zal vallen. Sterretje houdt niet van honden, dus die was gewoon strontvervelend tegen Alice. Dat was niet zo aardig. Maar goed, zo gaan die dingen. Dus we gaan eventjes genieten van het mooie weer. Zo, Alice, vind je het allemaal zo spannend? Hé? Ja, nou ja, zo gaan die dingen, meis. Kom maar even lekker liggen. Goed zo. In vorige video's heb ik het ook al verteld, maar ik blijf de vraag onder de video's krijgen, waarom is Verona zo mager? Verona heeft coliek gehad. En als je coliek gehad hebt, dan is dat heel ernstig. Niet alleen heel ernstig, dat kost heel veel energie. Op zich vind ik dat ze zich goed herstelt. Het gaat ook allemaal prima. Alleen je kan toch niet verwachten als ze, nou, ik denk 100, 150 kilo kwijtgeraakt is in een paar dagen. Misschien zelfs wel in een dag. Dat je dat er zo weer aan eet. Buiten dat krijgt ze dan misschien weer buikpijn. Dus ze moet gewoon rustig aan aansterken. En dan zal ze vanzelf weer op gewicht komen. Buiten dat heeft ze helemaal geen bespiering meer. Dat is ook in één keer weg. Dus ze ziet er ook heel ingevallen uit. Als er spieren op zouden zitten, dan zou ze al dikker lijken dan nu. Dus voor wie het allemaal gevraagd heeft. Ja, ze is wat aan de magere kant, maar dat komt hoofdzakelijk doordat ze de bespiering mist. En omdat ze gewoon weer even de kilo's die ze kwijtgeraakt is, weer eraan moet eten. En dat duurt eventjes. Straks op de wei zal het vast makkelijker gaan. Maar voor nu doet ze het hartstikke goed. En ziet ze er eigenlijk voor een paard dat net geopereerd is prima uit. YouTube time. Thank you.
Alice bij me, kijk, maar die doet een beetje druk. En Veroon denkt, zoek je het maar uit, raar beest. Alice! Zo, Veroon, braaf. Alice, zit. Braaf. Oh, ze gaat zelfs liggen. Nou, keurig. En ze staan weer samen. Net gingen ze elkaar begroeten, maar... Ja, toen had ik mijn telefoon natuurlijk weer niet in mijn handen, anders was aan het opletten. Maar ze staan weer lekker samen in de paddock. Volgens mij zijn ze daar allebei heel blij mee. Hé, paardjes. Het is lekker weer. En Sterre heeft besloten dat ze er dan gewoon lekker bij gaat liggen. Niet eens op, oh, nu wel rollen. Net was ze niet aan het rollen, net was ze gewoon aan het liggen. Gewoon zo lekker. Nou, ga je nou weer staan? Ja? Hallo, schat. Hey, is hij daar? Is een beetje gek filmen zo, vind je niet? Ja, dat is mijn telefoon. Hop. Zo, we zijn weer even een rondje om naar beneden aan het lopen. Buiten. Zo. Goed voor de doorbloeding. En voor de beweging. En voor andere dingetjes. Dus even grazen, zodat we even kunnen filmen. Dan gaan we lekker terug naar stal. En dan gaat Tess rijden. En Tess is even lekker een proefje aan het oefenen. En zelfs zonder body protector. Het moet niet gekker worden. De krulletjes van de vorige proeven zitten er nog in. Ze hebben nog permanentje. En welke proef zijn we aan het oefenen? De F3, de B, de A. De A. En gaat het goed? Ja? Ja, mooi. Ga maar lekker rijden. Ik ga poep opscheppen, geloof ik maar weer. Ik denk niet dat je zoveel proef oefent. Denk je wel? Ja. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!